Sesje, Sipke zei onlangs dat jij een van de eerste spelers bent die op Westformulier staat. Je bent ook fantastisch in vorm. Waar haal je dat in één keer vandaan? Waar haal je het vandaan? Ik denk dat ik niet de enige ben die in vorm is. Ik denk dat we als team steeds beter gaan spelen. En ja, dan ga je persoonlijk ook beter voelen en beter spelen. Dus ik denk dat het met het team te maken heeft. Dat heeft alles met vertrouwen te maken? Ja, denk ik wel. Morgen Jong SC Utrecht. Wat weet jij eigenlijk van die tegenstander? Net zoals al die jonge ploegen zijn beloftes en goede spelers. En wordt een lastige wedstrijd voor ons. Verwacht je dan ook een beetje hetzelfde soort wedstrijd als vorige week? Ik denk misschien iets in mindere mate dan met Ajax. Maar ik denk dat ze wel ongeveer dezelfde bedoeling hebben. Veel voetbal zit erin en we moeten daar goed ons best gaan doen. En dan een week later komt Ajax op bezoek. Is dat een wedstrijd waar je speciaal naar uitkijkt? Speciaal. Het is wel een mooie wedstrijd voor ons, voor heel Cambuur, denk ik. En het is een bekerwedstrijd, dus dat kan van alles gebeuren. Ook voor jezelf, om jezelf in de picture te spelen? Ja, ik denk voor iedereen wel, ja. Zeker. Oké, top, dankjewel.